Tijdens de rust had ik gelegenheid onze populaire bondvoorzitter in de kleedkamer te pakken te krijgen. Denkt u dat onze jongens zullen winnen? De heer Van Wijnen glimlachte die brede sportieve glimlach die in sportkringen zozeer gewaardeerd wordt. Ik mag niet veel loslaten, maar dit wil ik u wel zeggen. Als de Belgen meer goals maken dan wij, hebben zij de overhand. Maken wij daarentegen meer doelpunten, dan is de zege aan ons. Zo is het dan wel eenmaal in het voetbal. Dat vergeet de buitenstaander wel eens. Wat denkt u van onze speel, Bastiaanse? Een harde werker. En wat bij deze speler zo aardig is. Hij begrijpt de bal. Hij voelt waar het leer heen wil. Wat het vraagt en wat het nodig heeft. Zijn moeilijkheden en noden. Kortom, zijn balbehandeling getuigt van begrip. Hij loopt er niet als een dolle man achteraan. Maar hij leeft zich in de bal in. En tracht hem te begrijpen. Zulke spelers hebben wij nodig. Zulke spelers bezitten dat geheimzinnige iets wat wij, insiders onder elkaar, dat noemen. Is dat wat u dat noemt, op de duur te leren? Het is niet te leren. Alleen door liefde voor en totale overgave aan de bal kan het met de jaren komen. Als een genade zonder meer. En plotseling is het er. Dan zitten wij insiders op de tribune en zeggen opeens tegen elkaar. Jansen heeft het. Dat zijn ontroerende momenten in het leven van een sportsman. Wat denkt u van het spel van Rolhagen te kort? Zijn voetenwerk is goed, aardig tik-tak-spel voor de tribune, maar het maakt de bal niet rijp voor de touwen. Wat de speler altijd voor ogen moet houden is dit. Hoe maak ik de bal rijp? Hij moet niet willen schitteren, hij moet weten. Ik ben niets, de bal is alles. Ik moet opgaan in de bal. Ik moet mijn persoonlijkheid prijsgeven en mij als het ware oplossen in de bal. Ik moet bal worden. Bent u zelf bal geweest? 10 jaar lang. Ik had mijzelf zo zin met de bal vereenzelvigd dat mijn medespelers mij tenslotte het veld aftrapten. Wat denkt u van de linksbuiten? Kersenmaker. Zijn kopwerk is goed, maar hij probeert het alleen. Dribbelen, altijd maar dribbelen. En de keeper? Rietheuvel, geen buik. Ik zeg altijd tegen een keeper, gooi je buik ervoor. Een keeper moet de bal die zijn doel nadert als zijn persoonlijke vijand beschouwen. Dat is de mentaliteit. Ik heb eens een Spaanse keeper gekend die in de bal beet. Hij wierp zich op de bal en beet er een stuk uit. Onze jongens kunnen nog veel van het buitenland leren. U zult zeggen, wat geeft het om een stuk uit de bal te bijten? Niets, maar het tekende mentaliteit. Ik heb eens een Lissabon een keeper gezien die met de bal onder zijn arm het veld afrende. En hem in de kelder van zijn huis met een bijl een stukken sloeg. U zult zeggen, wat geeft het? Niets, maar het tekent. Het schept een bepaalde atmosfeer waarvan wij insiders onder elkaar zeggen, het is er. Ik voel soms in de kleedkamer al of het er is. Aan de manier waarop een speler zijn schoenveter vastmaakt, voel ik het. Laatst zag ik het broekje van de midvoor Speet aan het haakje hangen. En aan de manier waarop dit broekje erheen, voel ik, het is er niet.